Avondklok, dag 7. Inmiddels zijn we eigenlijk alweer een week verder. En vaststaat in ieder geval dat we nog wel een week met de avondklok opgeschreven zitten. Gisteren had ik het over Einstein en de tijd en de relativiteit. Einstein, de meester van het gedachte-experiment. En eigenlijk ook degene waar we de GPS op onze smartphone aan te danken hebben. In 1956 overleed hij. Een prachtig oeuvre nalatend. En benoemd later als de grootste natuurkundige die ooit geleefd heeft. Een icoon voor de wetenschap. Datzelfde jaar, 1956, kwamen er 5 rijders tegelijkertijd over de finish van de Elfstedentocht. Het zogenaamde pact. Ze sloten een vriendschap voor het leven. Een vriendschap sluiten in deze tijd op afstand valt niet mee. Je moet het wel onderhouden. Even terugkomend op dat jaar 1956 en die klok. Misschien zouden we die avondklok wel moeten gebruiken om te gaan luiden voor het klimaat. Hij luidt elke dag, elke avond, of eigenlijk elke middag, totdat er weer een Elfstedentocht komt. Op het tijdstip dat de laatste winnaar Henk Angenent over de finish kwam. Een waarschuwing voor het klimaat. Want dat verandert. Wat niet verandert, is de tijd. De komende 4 miljard jaar. Dus ook dat is relatief. Vanaf morgen, want dan begint er een nieuwe week, zal ik het balkon verlaten en dan ga ik eens wat meer van de omgeving bekijken. Want de IJssel begint weer te stijgen. En waarschijnlijk zal het zijn hoogtepunt bereiken komende woensdag of donderdag. En dat levert altijd mooie plaatjes op. Plaatjes over klimaatverandering, landschap en duurzaamheid. Onderwerpen die mij erg bezighouden. En waar we luisterend naar de klok toch ook eens even bij stil moeten staan. Want we moeten niet meer terug naar het oude normaal. We moeten terug naar een nieuw normaal. Naar een veranderend energiebeleid. We luisteren nog even naar de klok.